Welkom bij de Digitale Groepenmeestersdag. Ik ben Leendert Molendijk van Wageningen Opentheel te Lelystad. En naast mij mijn collega Wiepie Haagsma. Welkom iedereen. En vanmiddag hebben we een uur groepenmeesters op de klei op de rol staan. Ja, we hadden jullie nu natuurlijk gewoon live willen ontvangen, hè, zoals hier op de desk te zien is. We hebben een aantal keer al gewoon live met elkaar in het veld kunnen praten. En we hopen dat we dat 18 november weer kunnen doen. Want dit is een duo-dagpresentatie. Vandaag de digitale bijdrage en 18 november weer in het veld. Nou, jullie hebben net alle logo's gezien. Met dank aan alle partners en Agrio is het mogelijk om deze groenmesterdagen te organiseren. En onderzoekers aan het woord te laten over inhoudelijk nieuws over groenmesters op klei. En de partners om te laten vertellen wat zij voor nieuws in hun assortimenten hebben en wat zij te bieden hebben. Zij doen dat in pitches tussen de bijdragen van de onderzoekers door. En daarnaast zijn de bedrijfsfilms van de verschillende partners waar u later naar door kan klikken. Rechts in beeld ziet u een chatfunctie, dus u kunt daar vragen stellen. En die vragen zullen we aan het eind, met een klein uur, zullen we die beantwoorden. Nou, dan gaan we naar het eerste onderwerp toe en dat is aardappelteelt bij gereduceerde grondbewerking. En dan ziet u mijn collega binnenkort weer terug. Waar moet je op letten als je groenmeesters gaat kiezen wanneer je aardappels teelt in gereduceerde grondbewerking? Gereduceerde grondbewerking noemen we ook wel niet-kerende grondbewerking. Daar gaan we het nu over hebben. Nou, een van de doelen is dat je wat organische stof in de bovenlaag wil hebben. Je wilt de bodem bedekt hebben, want een bedekte bodem die zorgt er ook voor dat die grond wat minder snel dichtslaat. Je wil onkruid onderdrukken. Je ziet ook dat hier ook heel weinig onkruid in staat. Een groenmesser die snel groeit zal snel onkruid kunnen onderdrukken. En je wil ook een goede beworteling van de ondergrond. Het perceel waar we nu staan, er staat nu potaardappel. Ja, het is een aardappel, maar het is een potaardappel. Daar stond vorig jaar conserveert. Nou, wat heeft die conserveert als eigenschap? Die laat veel stikstof achter in de bodem. Die conserveert die wordt ook nog eens een keer op tijd geoogst. Dus je hebt veel tijd om na de oogst van de erten een groenmesser te kiezen. En we wisten dat er na die tijd een aardappel geteeld zou worden. Dus we hebben ook gekeken van nou, wat kan een groenbemester zijn die past bij die aardappel. En gezien het tijdstip van bewerking. En we moeten ook een groenbemester hebben die eigenlijk in het voorjaar, als die aardappel staat te groeien, geen overlast geeft. Dus moet niet te veel gewasresten zijn. En we houden eigenlijk als vuistregel aan dat op het moment dat het gewas sluit, dus echt de loof helemaal tegen elkaar aan staat, dat je dan eigenlijk geen gewasresten meer in de rug van de aardappel terug moet zien te vinden. Eigenlijk moet alles weg zijn. Wordt dit jaar wat lastiger met de droogte, maar nou, onze ervaring is dat gewasresten eigenlijk bij het sluiten van het gewas weg zijn. Wat voor groenbemester kun je dan kiezen? Nou, wij hebben gekozen voor een groenbemester dat bestond uit een mengsel van een heel aantal soorten. Je kan een mengsel kun je prima gebruiken als je maar weet dat je geen probleem hebt met aaltjes in de bodem. Nou, wij hebben hier niet echt een probleem met aaltjes. Dus wij kunnen prima groenmesters die bestaan uit mengsels kunnen we gebruiken. Als je kijkt naar de groenmesters die we hebben geteeld in het mengsel. Nou, dan noem ik er even een paar, zoals Japanse haver. Japanse haver. Heeft een vrij goed wortelstel, kan ook vrij veel stikstof opnemen. Nou, hetzelfde geldt voor de gele mosterd, die kan ook veel stikstof opnemen. Een Phacelia is een hele mooie voor de onkruidonderdrukking en ook voor de oppervlakkige beworteling. En dan heb je nog een tillage ramenas en een vlas en een deder. En die zorgen eigenlijk vooral voor een mooie penwortel en een wat diepe beworteling. Waar verder ook op gelet moet worden, dat is dat een mengsel in ons geval bestaat uit soorten die makkelijk bevriezen. Want hoe makkelijker gewassen bevriezen,
Dus eigenlijk het complete mengsel bevriest met een korte vorstperiode. Hoe minder je werk je hebt in het voorjaar om de gewasresten weg te werken. En dat is vooral bij gereduceerde grondbewerking is dat een essentiële eigenschap voor een mengsel. Het moet makkelijk bevriezen. Om een groenbemester goed tot zijn recht te laten komen, wil je eigenlijk dat hij zo lang mogelijk groeit en zo lang mogelijk de bodem bedekt houdt. Blijft een hele lastig punt wanneer je nou een groenbemester gaat bewerken. Op het moment dat die groenbemester bevriest en als een mooie en op tijd bevriest en als een mulchlaag de bodem bedekt, is er nog niet zo'n probleem. Als die groenbemester niet bevriest en je kan hem klepelen, dan kost je dat wat extra energie, maar dan kun je hem ook wegwerken. Die planning is heel tricky. Er zijn wel wat richtlijnen voor, maar het zal ook veel ervaring zijn en uitproberen. De eerste jaren dat we begonnen met gereduceerde grondbewerking met aardappelen, toen viel die grond heel anders. Die grond die viel veel grover, die viel niet zo mooi uit elkaar. En als je dan heel veel gewasresten hebt, dan heb je het risico dat de knollen die je plant tussen de droge kluiten komen te liggen met heel veel gewasresten erbij. En dan kun je toch wat groeiachterstand krijgen. Maar nu is die grond eigenlijk in de loop van de jaren zo ver verweerd dat die gewasresten die er dan bij inkomen eigenlijk geen groeiachterstand geven. En we staan hier tussen de aardappelen van de gereduceerde grondbewerking. Dus die is al sinds 2009 niet meer geploegd. En die grond die valt echt heel mooi. De opbrengsten van de aardappelen van tussen aardappelen van geploegde grond en aardappelen van niet geploegde grond, die zijn gemiddeld genomen ietsje hoger van de niet geploegde grond. Maar er zitten wat jaareffecten in. Het eerste jaar toen was de opbrengst van de aardappels van geploegde grond hoger. Maar eigenlijk zien we de laatste jaren, behalve van 2019, dat heel dicht bij elkaar zit. Of zelfs van niet geploegde grond iets hoger is. Maar gemiddeld genomen is het praktisch gelijk. Normaliter dan zijn de aardappelen op tijd van het land en heb je toch echt wel een moment om een goede keuze te maken voor groenbemesters. Je hebt nog wat keuze uit groenbemesters. Een van de dingen waar je toch erg op moet letten is de hoeveelheid stikstof die achterblijft na de aardappels. Nou zal na een potaardappel zal er over het algemeen wat minder stikstof achterblijven dan na een vroeg consumptieras. Die worden toch over het algemeen wat meer bemest en nemen minder stikstof op. Dus er kan behoorlijk wat stikstof achterblijven na een aardappelteelt, tot wel iets van 70 kilogram stikstof. Het zou erg jammer zijn als die stikstof verdwijnt. Dus kies een groenbemester die stikstof ook kan opnemen. En daarbij kun je kiezen uit groenbemesters die officieel als vanggewas geregistreerd staan. Maar je kan ook kiezen voor andere gewassen die niet officieel geregistreerd zijn, maar toch veel stikstof kunnen opnemen. En als je dan ook nog een groenbemester hebt die veel stikstof kan opnemen en dan ook nog eens een keer een diepe beworteling kan genereren, dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. In het handboek groenbemesters is een tabel opgenomen waarin de potentiële stikstofopname van een aantal groenbemesters is weergegeven. Nou, zoals je ziet zijn er toch een heel aantal groenbemesters die niet als officieel vanggewas geregistreerd staan, maar die toch nog wel wat stikstof kunnen opnemen. Zoals het daar is bijvoorbeeld een gele mosterd, die natuurlijk ook veel gebruikt wordt. Als hij goed slaagt, kan hij toch ook tot wel 80 kilogram stikstof opnemen. Nou, grassen die zijn natuurlijk bekend als gewassen die veel stikstof op kunnen opnemen. Alleen grassen is natuurlijk hartstikke mooi voor de stikstofopname, maar die zijn in een systeem van gereduceerde grondbewerking erg lastig weg te werken in het voorjaar. En dan ben je eigenlijk afhankelijk van een bespuiting. Terwijl onze ervaring is dat je ook met grondbewerking in het voorjaar allerlei groenbemesters toch eigenlijk wel op een goede manier kunt wegwerken.
Sta je voor de keuze van een groenbemester voor de teelt van de aardappel, let er dan op dat de gewasresten makkelijk weg te werken zijn en makkelijk te verteren zijn. Tweede keuzemoment in de teelt van aardappels in gereduceerde grondbewerking is natuurlijk na de oogst. Als de aardappels vroeg van het land zijn, dan heb je tijd genoeg om een goede groenbemester te telen en ook een bewuste keuze in te maken. Bedenk ook dat aardappels nogal wat stikstof kunnen achterlaten. Vang deze stikstof op en zorg ervoor dat die ook in het vervolggewas weer goed tot zijn recht kan komen. Voor de teelt van aardappelen wil je een goede bodemstructuur. Bij gereduceerde grondbewerking is ploegen in het najaar niet aan de orde. Een groenbemester kan daarvoor een goede oplossing zijn. DSV heeft hiervoor TerraLife groenbemester mengsels. In de aardappelteelt wordt heel vaak het mengsel TerraLife Solar Rigol ingezet. Rigol staat voor ploegzool. Dat betekent goed voor de bodem. Dus TerraLife Solar Rigol is een mengsel die geschikt is voor sterk bodemverbeterende werking. Een van de soorten in het mengsel is bijvoorbeeld de Tillage Ramenas. Tillage Ramenas maakt een hele dikke penwortel in de bodem. Deze sterft in de winter af en zorgt daarvoor voor gaten in de bodem, waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Een andere soort is bijvoorbeeld vlas. Vlas die maakt een kurkentrekkerwortel in de bodem. Die zorgt voor bodemverbeterend effect en kan goed groeien in verdichte lagen. Een andere soort is bijvoorbeeld Japanse haver. Japanse haver kent veel opbouworganisch stof. Weer een andere soort is deder. Deder heeft een snelle beginontwikkeling en daardoor een onkruidonderdrukkend effect. De meeste soorten die sterven af in de winter. In een zacht voorjaar willen er nog wel soorten blijven staan, waardoor je in het vroege voorjaar de bodem moet bewerken met een rol en waardoor het gewas alsnog stuk gaat. De meeste soorten in een Solar Rigol sterven af in de winter. Als er na een zachte winter nog steeds gewasresten overblijven, dan kan je deze in het vroege voorjaar met een rol bewerken, zodat deze alsnog afsterven en kapot gaan. Bij de groenbemesterkeuze in de aardappelteelt in systemen met gereduceerde grondbewerking zijn een aantal punten belangrijk. Punt 1. Zorg voor voldoende diepe beworteling of voor een onderdeel daarvan in je mengsel. Dat heft storende lagen op en zorgt daarnaast voor voldoende waterdoorlatendheid en capillaire opstijging. Punt 2. Zorg voor voldoende intensieve beworteling, zodat je een mooi pootbed kunt creëren en voldoende aansluiting rondom de poter kunt krijgen. En tot slot kunnen vlinderbloemigen een mooie aanvulling zijn in het mengsel door de binding en nalevering van de stikstof. Het aandachtspunt daarbij wel is het tijdig vernietigen van de groenbemester, zodat de mineralisatie tijdig op gang komt. Tot slot nog twee aandachtspunten. Punt 1. Voorkom zo de vorming van de groenbemester voor de aardappelteelt uit. Dit geeft belemmeringen bij het poten. En punt 2. Zorg ervoor dat de grond in het voorjaar voldoende kan drogen. Dat kan zijn door te kiezen voor winterzachte soorten, zodat de zon en de wind haar werk kunnen doen, of te kiezen voor een soort wat geschikt is kort voor de teelt te vernietigen, zodat de grond opdroogt middels verdamping. Dus een aardappelrug kan heel wat gewasresten hebben, maar er komt wel bij kijken om het doordacht en op een goede manier neer te zetten. En ook de firma's die spelen in op die niet-kerende grondbewerking door daar groenbemestersmengsels voor te ontwikkelen. Dat voor de niet-kerende grondbewerking. Aandacht voor een ander onderwerp. Dat gaat over de keuze van de groenbemester in de graanstoppel. Dat zal worden gepresenteerd door Wiepie. Graag het volgende. Nou, doelgericht kiezen bij inzaaiende graanstoppel. Waarom is dat zo belangrijk en waar kun je op letten? Waar moet je op letten? Nou, de keuze van een groenbemester bij het inzaaiende graanstoppel. Ja, het mooie is dat het graan vroege oogst wordt en dat je een ruime keuze hebt in soorten groenbemesters. Bijna alle groenbemesters kun je eigenlijk dan nog inzaaien voor een geslaagde teelt. Nou, het mooie is ook als je geslaagde teelt hebt, dan kun je verschillende doelen dienen. En wat het mooie ook is, is als je een groenbemester geslaagd hebt, dat die kan helpen bij het verteren van stoppel en stro. Maar er zijn ook een aantal aandachtspunten, want het is ook lastig om een groenbemester te telen in een graanstoppel. Er zijn een aantal teeltmaatregelen waar je echt aandacht voor moet hebben, omdat je een droge bouw voor hebt na de oogst. Het moment en de methode van inzaaien is heel belangrijk. Hoe krijg je een mooi fijn zaaibed? En ook
kan het zijn dat je herbiciden hebt ingezet in het graan, waardoor misschien een groenbemester lastiger slaagt. Nou, hoe kies je dan een groenbemester? Welke soort je het beste kunt telen in de graanstoppel? Nou, dan gaan we weer even terug naar de verschillende stappen die je zou kunnen nemen bij het kiezen van een groenbemestersoort. En de eerste stap is de belangrijkste. Van wat heeft je perceel nodig? Waar je graan dit jaar staat en voor welk doel wil je de groenbemester telen? Nou, daarvoor hebben we in het handboek groenbemesters een hoofdstuk, hoofdstuk 3. Dat is het hoofdstuk gaat over keuze. En daarin staan verschillende tabellen. Die je kunnen helpen bij het kiezen van soort. Nou, de doelen waarvoor je een groenbemester kunt telen is als eerste organische stofopbouw. Nou, daarvoor hebben we een tabel opgenomen. Organische stof, doordat je een geslaagde groenbemester kunt telen in de stoppel, kun je voor soorten kiezen die ook veel organische stof opbouwen. Maar niet alleen de groenbemester kan die organische stof vastleggen. Je kunt er ook voor kiezen om stro achter te laten, dus niet het stro af te voeren. En daarmee heb je nog weer een extra post organische stof wat je aanvoert. Het tweede doel kan zijn dat je een groenbemester speciaal voor structuur tilt. Als je bijvoorbeeld wat verdichte grond hebt of je wilt meer samenhang in de grond of je wilt wat meer stabiele poriën, kun je ook kiezen voor soorten die daar goed in zijn. Nou, ook daar hebben we een tabel opgenomen in hoofdstuk 3. Verschillende soorten die op iedere eigen manier invloed hebben op de structuur. Door bijvoorbeeld juist een hele goede bodembedekking of een goede doorworteling. Het derde doel waarvoor je een groenbemester kunt telen is de bodemgezondheid. Is er iets aanwezig, bijvoorbeeld aaltjes of bodemschimmels of bodemplagen, dan kun je ook daar je keuze op baseren. Nou, op deze grondsoort, hier op de klei, hebben we geen aaltjes, geen last van bodemschimmels of bodemplagen waar we specifiek op moeten letten. Dus dat doel hoeven wij in dit geval niet te dienen. Dus we houden een vrij ruime keuze aan soorten. Nou, en dan als laatste, omdat je een groenbemester na het graan vrij vroeg kunt zaaien, kun je groenbemesters ook tot bloei laten komen. En kun je ook nog kijken naar wat helpt het me voor de biodiversiteit. Kun je nog soorten tot bloei laten komen en daarmee bestuivers aan voedsel helpen. Ik ga even een voorbeeld geven van wat we hier op de locatie wel gedaan hebben. En daarmee komt eigenlijk ook de tweede stap voor het kiezen van een groenbemestersoort om de hoek. En dat is de teeltomstandigheden. Nou, we staan hier in een graan en de graan heeft een hele diepe doorworteling en kan eigenlijk alle stikstof uit het profiel opnemen tijdens de teelt. Dus als het graan van het veld gaat, als het geoogst is, dan is er geen stikstof meer beschikbaar in de bouw voor. Dus wat je dan kunt doen is eventueel vlinderbloemige telen of je geeft een startgift aan kunstmest of organische mest. Nou, die vlinderbloemige, dat is vooral als de bodemgezondheid het toelaat. Nou, in dit geval kan dat, dus je kunt kiezen voor een vlinderbloemige. En dat kan in monocultuur of eventueel in een mengsel. Nou, als eerst heb ik hier een voorbeeld van een mengsel waarvoor we gekozen hebben. In dit mengsel zit een vrij hoog aandeel vlinderbloemige. Het groenbemestermengsel is gezaaid na de oogst van het graan. En we hebben daar als vlinderbloemige opgenomen een voederwikke en een Alexandrijnse klaver. Die zorgen voor stikstofbinding. En we hebben nog wat andere soorten erin die de bodem vooral goed kunnen bedekken. En die ook eventueel tot bloei kunnen komen. En wat kleinere soorten die een ander type doorworteling hebben. Nou, op deze foto is te zien hoe mooi de bodem bedekt is met dit mengsel. Nou, die vlinderbloemige die zorgt voor de stikstof voor die groenbemester, waardoor het een prima ontwikkeling heeft zonder dat we een stikstofgift hebben moeten geven. Terwijl we ook het stro nog achtergelaten hebben. Dit waren vlinderbloemige groenbemesters die hun eigen stikstof voorzien, die de stikstof kunnen binden, waardoor je niks hoeft te geven. Maar het kan zijn dat je een andere groenbemestersoort of groenbemestermengsel hebt zonder vlinderbloemige. En dan is het verstandig om een stikstofgift te geven in de graanstoppel, want anders dan weet je zeker dat die groenbemester niet gaat slagen. Nou, hoe kom je dan tot die stikstofgift? Dan moet je erop letten dat in ieder geval die groenbemester voldoende stikstof krijgt. En je moet ook nog stikstof geven om stro en stoppel te verteren. Nou, tenminste als je stro achterlaat. Nou, voor een stoppel stro reken je 7 kilogram stikstof per ton wat je achterlaat.
Nou ja, tegenwoordig graan of tarwe kun je wel tot 6 ton stro komen. Dus dan heb je maar liefst 42 kilo stikstof nodig voor de vertering van het stro. Nou, daarbovenop heb je dan nog de stikstof nodig die de groenbemester nodig heeft. Nou, dat is meestal zo rond de 50 kilo. Bij het berekenen van die stikstofgift is het ook goed om rekening te houden met eventuele mestgiften. Mogelijk mestgift die je al in het voorjaar hebt gegeven. Daar komt ook nog steeds stikstof uit vrij. Maar de stoppel van het graan is natuurlijk ook een ideaal moment om een organische mestgift te geven. Maar in het najaar komt daar natuurlijk ook stikstof uit vrij. En kun je ook rekening houden bij de mestgift aan de groenbemester. Nou, dan is daar ook nog eventueel een aandachtspunt. Er wordt veel gebruik gemaakt van compost. De graanstoppel is een ideale plek ook om compost uit te rijden. Kun je mooi op tijd vaak droge grond waardoor je weinig structuurbederf hebt. Maar let dan op de kwaliteit van de compost. Want je hebt compostsoorten die wat hoger koolstofgehalte hebben en minder stikstof. Die compostsoorten die gaan ook nog stikstof uit de bodem binden. Die leveren nog geen stikstof. Nou, hier heb ik even een voorbeeld van waar compost is gestrooid in de graanstoppel. Er is bladrammenas in gezaaid en er is voldoende kunstmest gegeven, kunstmeststikstof, om en stro en stoppel te verteren en om bladrammenas van stikstof te voorzien. Maar in de stoppel is ook compost uitgereden. En daar is geen rekening mee gehouden, ervan uitgaande dat die geen stikstof nodig heeft. Nou, we zagen daar een heel slecht ontwikkelde bladrammenas naast de perceel waar hetzelfde was gebeurd zonder compost uit te rijden, waar een goed ontwikkelde bladrammenas stond. Dus daar zagen we dat ook de compost stikstof nodig had en de stikstof eigenlijk wegpikte voor de groei van de bladrammenas. Ja, we gaan hier dan een keuze maken voor de groenbemester die we gaan telen na dit gewas wintergerst. Wintergerst is lekker vroeg van het land af. Ik hoop eind juni, begin juli. En de laatste jaren zijn we wat meer mengsels van groenbemesters gaan gebruiken waar we erg goede ervaring mee hebben. In het verleden deden we vaak een enkelvoudige, het zij een bladrammenas of een gele mosterd, een beetje afhankelijk van de tijd van het inzaaien. Hier op de proefboerderij gebruiken we nog niet zo heel veel organische mest. Omdat we vaak met proefvelden zitten waar het moeilijk is om die organische mest toe te dienen. En dan zijn we aangewezen op kunstmest. En omdat er best veel stro van de tarwe afkomt, hou je eigenlijk wat weinig ruimte over om voldoende stikstof aan je groenbemester te geven. Het voordeel van mengsels is dat ze ook minder stikstof nodig hebben vanwege de vlinderbloemigen die erin zitten. En we zien dan ook dat de mengsels vaak tot betere gewassen leiden dan de enkelvoudige groenbemesters. Ik ben zelf ook van mening dat het... de weersomstandigheden bepalen ook welke soorten dat het goed doen. Als je een mengsel hebt met bijvoorbeeld 6 soorten en er zijn er 1 of 2 die achterblijven, dan is dat nog niet zo erg, omdat de anderen het overpakken. Als je een enkelvoudig hebt en die blijft achter, ja, dan heb je wel een probleem. Nou, dus daarom ben ik best wel enthousiast geworden over de mengsels. En ik kijk dan wel een beetje naar het soort mengsel wat ik kies op basis van het volggewas wat gaat komen. Waarbij eigenlijk de hoofdindeling voor onze grond hier is, gaan we aardappelen telen of gaan we bieten telen. En afhankelijk daarvan maak ik een keuze voor het mengsel aan groenbemesters. Wij zijn gewend om het stro te hakselen, zoveel mogelijk. Ik doe toch alles aan om het organische stofgehalte op zijn minst op peil te houden, maar liefst te verhogen. Gaan we het stro afvoeren, dan ontkomen we er niet aan dat er vrachtauto's komen om ze te laden. En als het droog genoeg is, gaan die uiteraard het land op. Maar er wordt ook veel geladen met zware machines zoals shovels, die toch echt hun sporen nalaten. En ja, dat kunnen we dan zien in de vervolgteelt. Als we 60 kilo mogen geven aan een groenbemester, dan is dat eigenlijk te weinig voor die groenbemester. Het blijft te weinig over. En het voordeel bij die mengsels is dat er ook de vlinderbloemen in zitten die zelf de stikstof uit de lucht halen, waardoor je een veel betere slagingskans hebt. Nou, dat is voor mij een reden om mengsels te kiezen en we doen dat nu een aantal jaren en ik ben daar erg enthousiast over. We zijn, we moeten wel rekening houden ook als je op de lichtere grond zit, wat er hier in het zuidwesten ook wel percelen of gebieden zijn met veel lichtere grond. Dan is het wel van belang om de juiste keuze te maken in verband met eventuele aaltjes. Hier op de proefboerderij is de grond redelijk zwaar en hebben we daar dan ook iets minder aandacht voor.
Om een goede groenbemester te gaan telen is het van belang dat we een goed zaaibed maken. Maar we willen ook graag dat de stoppel goed gaat verteren. In het verleden hebben we te veel stoppelgewassen laten staan. Soms om nog eens een goede wortelonkruidbestrijding te doen. Maar wat we dan zagen, als je die als stoppel volledig omploeg, dat je het jaar daarna met het bovenploegen, of het andersom ploegen, de stoppel weer terughaal. En dan betekent het dus dat ze niet verteerd zijn, maar dat we ze ingekuild hebben. Dat is de reden dat ik eigenlijk pleit voor wat meer bewerking van de stoppel. En wat we nu doen is de stoppel loshalen met een werktuig wat de stoppel echt goed lostrekt en liefst ook wat doorsnijdt. En dan willen we zo snel mogelijk een groenbemester zaaien om te voorkomen dat de grond uitdroogt. We zitten toch in een tijd van het jaar dat de uitdroging echt wel op de loer ligt in juli en augustus. Beregenen doen we liever niet voor een groenbemester. En dan is het van belang dat je na het loswerken van de stoppel ook zo snel mogelijk inzaai en het zaad ook kan aandrukken, zodat het verbinding maakt met de vaste ondergrond. We hebben daarvoor een nokkenraad zaaimachine, maar dan wel met schijven, zodat je ook echt het zaad in de grond kan brengen. En ik denk wel dat dat van belang is. Zaad wat alleen maar bovenop ligt, in een tijd van het jaar dat het veel droog is, zal moeite hebben om te kiemen. De nachten zijn ook niet altijd even nat. Dat heb je in het najaar wel wat meer, maar in de zomer niet. Dus het is van belang om het zaad op de juiste diepte te brengen en mooi nog even te kunnen aandrukken, zodat het aansluiting maakt met de vaste ondergrond die, nou, we hopen, genoeg capillaire werking levert om vocht te kunnen meenemen. Nou, wat ik nog mee wil geven is het doelgericht kiezen bij het inzaaien in de graastoppel. Is dat niet alleen de doelgerichte keuze van de groenbemestersoort of groenbemestermengsel van belang is om de groenbemester te laten slagen, maar ook de juiste teeltmaatregelen. En ik wil meegeven, geef groenbemesters de aandacht die ze verdienen. Het telen van een groenbemester na de teelt van graan vraagt een hele goede voorbereiding. En dat is met name het geval bij een groenbemester mengsel. Een groenbemester mengsel kent heel erg veel voordelen. Het levert meer organische stof op. Het is goed voor de biodiversiteit. De bodemstructuur verbetert door een gevarieerde beworteling. De kans van slagen van een groenbemester mengsel is altijd groter, omdat een aantal componenten zich goed kunnen ontwikkelen na het inzaaien. Waar moet je op letten bij de teelt van een groenbemester mengsel? Een aantal dingen. Eén is bemesting. Na de teelt van graan blijven stroresten achter in de bodem. Hierdoor is er een hoge CN-verhouding, waardoor er stikstof onttrokken wordt uit de bodem. Gebruik altijd ongeveer 40 tot 50 kilogram rundveedrijfmest. Dit bevordert de beginontwikkeling van de groenbemester, ook bij de teelt van een groenbemestermengsel met veel vlinderbloemigen. Een tweede punt is de nawerking van gewasbeschermingsmiddelen. Na een teelt van graan kunnen gewasbeschermingsmiddelen achterblijven in de bodem. Dat is met name zo bij een droge zomer. Een aantal componenten die daar gevoelig voor zijn, zijn Niger, Deder, maar ook Ethiopische mosterd. Heeft een effect op de groenbemester. Minder gevoelige soorten zijn Tillage Ramanas en Japanse haver. De derde is de opslag van graan. Graanopslag kan invloed hebben op de samenstelling van de groenbemester, groenbemestermengsel. Zorg na de oogst van de graan altijd voor een vals zaaibed als er voldoende tijd voor is. Zo kan het graan kiemen en daarna een grondbewerking en een groenbemestermengsel inzaaien. DSV heeft groenbemesters onder de naam TerraLife groenbemesters. Dit zijn groenbemestermengsels die passen in heel erg veel bouwplannen. Kijk op onze website voor een goed groenbemestersadvies. We weten uit onderzoek dat een groeiend gewas heel goed is voor de bodemkwaliteit. Het is immers directe voeding voor het bodemleven. En ook in pootgoed is dat natuurlijk van heel groot belang. Een van de belangrijke dingen in pootgoed om onder controle te houden is Melodogenesiet woody. Het is immers een quarantaineziekte waar afkeuring op kan volgen. En dat is iets wat je per se wil voorkomen. En we weten inmiddels dat ook op zware grond inundatie daar een mooie sanering van kan betekenen. En BO Akkerbouw heeft gefinancierd dat daar op YouTube een aantal hele mooie informatieve filmpjes van gepubliceerd zijn. Dus ga deze zeker bekijken.
En in het bouwplan is de keuze voor een gewas wat resistent is tegen Sithoudi heel belangrijk. Daarom is de multiresistente bladrammen als Angus daar een hele mooie veilige keuze in. Die heeft zowel resistentie tegen bietencister aaltjes, wat ook vaak belangrijk is in een pootgoedrotatie. En ook resistentie tegen Melodogene Hapla en Melodogene Sithoudi. En dat geeft het meest veilige uitgangspunt voor de volgteelt. Het initiatief Best for Soil richt zich ook over groenbemesters. En die zijn vandaag van de partij, maar zullen ook in november acte de présence geven met wat er in dit Europese project gebeurt. Best for Soil. Ik ben coördinator van het Europese project Best for Soil. Dat is een thematisch netwerk. En wat betekent dat? In een thematisch netwerk wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over een bepaald onderwerp. En voor Best for Soil is dat het thema bodemgezondheid. We hebben met een internationaal team van experts hebben we heel veel informatie verzameld. En dat maken we beschikbaar voor boeren en tuinders in Nederland en in 22 andere landen in Europa. We hebben informatie verzameld over een viertal onderwerpen. Twee die gaan over een actieve bestrijding, een actieve beheersing van bodemziektes. En twee die gaan over wat meer preventieve werking. De eerste voorbeelden zijn anaerobe grondontsmetting en biosolarisatie. En voorbeelden van die tweede categorie, dat is het toedienen van organische stof in de vorm van mest of compost of andere organische stoffen. En de teelt van groenbemesters. En met die groenbemesters zijn we aangekomen bij het thema van deze dag. Groenbemesters die zorgen voor vers organisch materiaal van groot belang voor een rijk en gevarieerd bodemleven. Maar groenbemesters hebben niet alleen maar positieve kanten, ze kunnen ook negatieve kanten hebben, omdat ze waardplant zijn voor aaltjes of voor bodemschimmels. Om een keus goed mogelijk te maken, hebben we binnen Best for Soil twee databases ontwikkeld. Eén voor aaltjes en één voor bodemschimmels. Nou, de aaltjes dat is al behoorlijk bekend in Nederland, wordt ook al veel gebruikt. Maar nieuw is de database voor bodemschimmels. Ik wil u daarom graag laten zien hoe dat werkt en welke informatie daar beschikbaar komt. Oké, onderdeel van de website van Best for Soil zijn twee databases. Eén database voor aaltjes en één database voor bodemgebonden ziekten. Die is nieuw voor Nederland en ik wil jullie graag laten zien hoe dat werkt. Dus ik kies in de gang database voor de database voor pathogenen. Dan kies ik voor Nederlandse taal. Ja, het zal duidelijk zijn dat we in Nederland zijn. Grondsoort kies ik voor kleigrond. De omschrijving is nu even niet relevant. En omdat het vandaag gaat over groenbemesters, kies ik een aantal groenbemestingsgewassen. Veel geteeld in Nederland bladrammenas, gele mosterd. Ik zal de tagetes erbij zetten, de rode klaver. Italiaans rijgras en Phacelia. Dan kan ik een aantal bodemschimmels kiezen waarvan ik wil weten of die groenbemesters waardplant zijn voor deze schimmels of niet. Dan kan ik er een aantal aanvinken. En dan klik ik op maak het schema. Nou, dan is dit het schema van de gekozen groenbemesters en de gekozen aaltjes. En dan krijgt u hier informatie over de waardplantstatus van deze groenbemesters voor de gekozen schimmels. Dit schema is nu nog in het Engels, maar komt binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar. Alle groene vlakjes die zijn safe en overal waar de vakjes wit zijn of gekleurd, bestaat een risico voor vermeerdering van de bodemschimmels. Dus belangrijke informatie om een geriste keuze te maken voor een groenbemester. Naast het verzamelen van informatie, dat is eigenlijk de eerste fase van het project geweest, organiseren we de komende anderhalf jaar ook diverse activiteiten. Bijeenkomsten voor boeren en tuinders, presentaties van Best for Soil. En mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden op de website. We kunnen u dan op de hoogte houden van wat er zich in het project afspeelt. En u kunt ook uw belangstelling melden voor een bijeenkomst rondom een specifiek thema. En uiteraard kunt u ons ook volgen op de social media, op Twitter en op Facebook. Dank u wel.
We zijn toe aan de vragenronde. Ik hoop dat jullie de inhoudelijke filmpjes en de pitches hebben kunnen waarderen. Vergeet niet om door te klikken naar de filmbijdragers van de firma's. Ja, er zijn heel wat vragen binnengekomen. We hebben die hier op een groot scherm voor ons. Dus zo af en toe staan wij te staren. Maar dan staren wij dus van wat voor vraag wordt hier nu gesteld. En de eerste die ik zie is, we krijgen steeds warmere herfsten, Wiepie. Geeft dat niet veel meer mogelijkheden voor groenbemesters? Ja, nou, dat klopt. Dat zien we ook de laatste jaren. En daarmee hebben we inderdaad ook meer mogelijkheden voor groenbemesters. Bij het schrijven van het handboek hebben we daar ook rekening mee gehouden. En hebben we eigenlijk voor alle groenbemestersoorten de saaikalender 2 weken opgeschoven. En we zien ook daar niet alleen de herfst, maar ook de winters. Zelfs afgelopen jaar hebben we gewoon de hele winter door nog groei gezien van groenbemesters. Dus dat geeft meer mogelijkheden, meer verschillende soorten kun je nog zaaien. En soms heeft het ook nog effect, krijg je niet de enorme biomassa, maar heb je wel de beworteling van die groenbemesters. Dus dat geeft echt veel meer mogelijkheden. Ook weer meer uitdagingen om de groenbemester kwijt te raken, maar dat komt nog aan bod, denk ik. Ja, dus je moet ook gewoon durven om die zaaikalender dan maar even te houden voor wat het is. En dan gewoon te kijken wat er van komt. Ja, in sommige gevallen wel. Ja. Een volgende vraag, dat is best een lange vind ik, is welke effecten kunnen herbiciden hebben op het hoofdgewas, op het slagen van de groenmessen? Mensen hebben soms dus problemen, zeker bij niet-kerend, dat herbiciden uit de vorige teelt fytotoxisch zijn voor het groenmessengewas. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Een beetje. Daar hebben we ook inderdaad even partners voor geraadpleegd. Van wat voor werking hebben die herbiciden in de hoofdteelt nog op de groenbemester, op het slagen van de groenbemester. En een kijker die vroeg ook inderdaad, of die zei ook van ja, daar heb ik heel veel bewerkingen nodig. Of zelfs een kerende bewerking om de groenbemester te laten slagen. En dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Dat gaat om een paar middelen wat er genoemd werd. En dat is bijvoorbeeld AZ500. Dat is een graanmiddel en dat is een persistent middel inderdaad. Daarvan is het advies dan om die niet te laat in de teelt toe te passen. En de tijd te geven om hem af te laten breken in de graanteelt. Zodat je groenbemester na de graanteelt inderdaad kan slagen. Nou, een ander middel is Wing-P. Die wordt veel in uien toegepast. En dat is een specifiek middel tegen grassen. Nou, uien is een gewas wat soms op tijd wordt geoogst om nog een groenbemester te zaaien. Is ook een hele mooie plek trouwens om een groenbemester te zaaien, omdat uien vaak veel stikstof achterlaten. Goed, dat middel, Wing-P, heeft wel een nawerking op grasgroenbemesters. Dus als je grasgroenbemesters of graangroenbemesters gaat zaaien, dan hebben die last van Wing-P. Dus wat je dan zou kunnen doen, is toch kiezen voor andere soorten dan grassen en granen. Nou, en het laatste middel wat genoemd was, dat was de Proman, een middel wat in aardappels toegepast wordt. En daarvan is de persistentie niet bekend. Dus daar weten we verder niet veel van of dat invloed heeft op het slagen van de groenbemester. Maar goed, het advies is in ieder geval ook, kijk ook eens naar je herbicideninzet. En overleg met je gewasbeschermingsadviseur of je eventueel een andere aanpak van onkruidbeheersing kunt toepassen. Zodat als je een goede geslaagde groenbemester wilt hebben, die nodig is voor je perceel, dat je dan eventueel een andere onkruidbeheersing gaat doen. Ja, dat je andere middelen eventueel. Ja, andere middelen. Ja, andere zodat middelen. Je wel de groenbemester van je voorkeur kan telen. Ja. Heel duidelijk. Dan hadden we eigenlijk naar aanleiding van de bijdrage van Dirk over gewasresten in de ruggen bij de aardappelteelt, kwam er een reactie van, ik heb een slechte ervaring in die zin. Iemand die wilde ploegen in het najaar, daar had hij ook zijn groenbemester op gekozen. Het lukte dit najaar niet. Hij kwam er pas van het voorjaar. Hij moest dus niet kerend aardappel gaan telen. En kreeg zijn rugopbouw eigenlijk niet goed voor elkaar. Zelfs zover dat hij de klep van de frees omhoog heeft getrokken. Ja, dan krijg je geen mooie ruggen. Dus voor zo'n situatie, hè, iemand die wil ploegen, het lukt niet, er staat de groenbemester. Wat kun je dan nog voor tips meegeven om toch die rugopbouw te kunnen garanderen? Ja, dat is inderdaad, dit voorjaar was inderdaad een hele lastige. En vooral, deze teler heeft waarschijnlijk gekozen voor een groenbemester ervan uitgaande dat hij nog kon ploegen. En dan kan het zijn dat er een groenbemester staat die heel lastig weg te werken is. En dan lukt het eigenlijk ook bijna niet om met een aantal bewerkingen die groenbemester voldoende kwijt te raken, zodat je daar bij de rugopbouw geen last van hebt. Dus dat is dan op dat moment het enige. Toch een aantal bewerkingen.
Maar goed, net hadden we het al over warmere herfsten, warmer najaar. Het is best mogelijk met de klimaatverandering dat we vaker een natte winter krijgen. Dus dat het best eens vaker voor kan gaan komen dat dat ploegen niet lukt in de winter of in het najaar. Dus dan zou zo'n teler ook eens kunnen kijken van ja, misschien moet ik toch andere groenbemestersoorten gaan kiezen die makkelijker weg te werken zijn. En dan, ja, dan kun je het gaan vergelijken met de keuze bij niet-kerende grondbewerking, bij gereduceerde grondbewerking. En dan zou je kunnen kiezen voor meer vorstgevoelige soorten, zoals bijvoorbeeld een mosterd. Nou, bladrammenas is iets minder vorstgevoelig, maar is in het voorjaar toch heel lastig weg te werken. Die bladrammenas die kan flinke wortels en flinke knollen vormen die moeilijk dood te krijgen zijn en die dan weer opnieuw gaan hergroeien in het voorjaar. Ja, dus eigenlijk kijk naar vorstgevoelige soorten, enkelvoudige soorten als het nodig is vanuit de aaltjessituatie of ziekten of plagen. Kun je een mengsel telen, dan kun je kiezen voor een breder mengsel en dan kun je daar ook soorten in zetten die eigenlijk niet eens vorst nodig hebben om af te sterven. Bijvoorbeeld een deder die sterft al af bij 4 graden boven nul. Een wikke sterft ook eigenlijk al wat makkelijker af. Nou, en daarmee valt zo'n mengsel al wat meer open en kan eventueel kou of een heel klein beetje vorst wat beter doordringen in het mengsel. Nou, en als die wat meer afgestorven is, dan is het in het voorjaar iets makkelijker weg te werken. Nou, zoals in het filmpje van Dirk te zien was, dan zou je een keer met klepelen en een grondbewerking met lichtjes inwerken, kun je een heel eind komen. En als je nou helemaal geen vorst hebt, hè, wat ook kan gaan gebeuren, welke groenbemesters blijven dan over in zo'n situatie? Ja. Zijn dat weer dezelfde die ook makkelijk bevriezen of zijn dat dan weer andere? Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Want dat is ook het mengsel bijvoorbeeld wat Dirk in zijn filmpje noemde. Want afgelopen winter hebben we ook helemaal geen vorst gehad. Maar ja, die groenbemesters die slijten toch wel enigszins in de winter door de omstandigheden, door de weersomstandigheden. Ook gewoon door hun groei dat ze langzaam af gaan sterven. Dus dat is dan toch beter. En in ieder geval, grasgroenbemesters, dat zijn de lastige. Daar, ja, die groeien door, die hergroeien weer in het voorjaar. En die zijn heel lastig weg te werken. Oké, maar ja, het is wel pech voor zo'n teler als die zijn plan niet kan uitvoeren. Ja, dat klopt. De volgende vraag is, wat kun je met groenbemesters na uien doen? Wat heeft de voorkeur? Mengsel met of zonder vlinderbloemigen? En als je kiest voor met vlinderbloemigen, hoe moet je die dan weer kwijtraken? Oké. Ja, nou ja, dat kan een heel lang antwoord op, want vlinderbloemigen is natuurlijk heel breed. Groenbemesten na de ui. Nou, de ui, die laat vrij veel stikstof achter. Dus eigenlijk als je op die manier kijkt, je hebt die stikstof uit die vlinderbloemigen niet per se nodig. Dus daar kun je ook prima kiezen voor een mengsel zonder vlinderbloemigen. En dan is het ook weer even de vraag van wil je een groenbemester met veel massa, dan heeft een startgift ook de voorkeur. Maar als je niet per se heel veel biomassa wilt hebben, dan zou je hem ook kunnen telen zonder een startgift. En dat is wel even afhankelijk van hoeveel stikstof je in de bodem hebt na de oogst van de ui. Nou, als je dan kiest voor een vlinderbloemige, hoe kun je die dan het beste vernietigen? Ja, dat hangt helemaal van de soort af. Nou, dat zou ik ook even het handboek groenbemesters erbij pakken en die verschillende soorten bekijken. Hoe makkelijk ze te bewerken zijn. Je hebt de soorten bij die meerjarig zijn en die heel lastig te vernietigen zijn. Maar er zijn ook soorten, eenjarige soorten, die in de winter al gaan afsterven. Maar luister ik nou goed dat je zegt, ja, uien laten van zichzelf al veel stikstof achter. Dus een vlinderbloemige daarna is niet logisch? Of is dat te kort door de bocht? Nee, is niet per se nodig. Nee. Maar en vooral heeft het wel een voordeel? Kan het een voordeel hebben om het toch te doen? Nou, als je een klein aandeel in je mengsel, zou het een voordeel kunnen hebben, omdat dan je mengsel wat rijker wordt, mengsel, inderdaad. Ja. Ja. Maar is inderdaad wel uitkijken. Je kunt daar, als je te veel, een te rijk of een te groot aandeel vlinderbloemig in dat mengsel hebt, dan heb je weer een heel stikstofrijk mengsel. En als je dat gaat inwerken samen met die hoeveelheid stikstof die al in de bodem zit, dan heb je eigenlijk ook wel risico dat je best wel veel stikstof kwijtraakt. Ja, dan schiet je. Dus eigenlijk, is het minder noodzakelijk. En kun je die vlinderbloemig inzet beter gebruiken na een gewas wat minder stikstof nalaat. Ja, nalaat. Op een ander moment die rotatie. Ja. Nou, het gaat nog weer over stikstof. Een andere vraag is van, als je nou een startgift geeft, heeft dat geen negatieve invloed op vlinderbloemigen?
Bij sommigen inderdaad wel. Sommige klavers die kunnen niet goed tegen een startgift stikstof. En er zijn een aantal, bijvoorbeeld een wikke, die is wel gebaat bij een kleine startgift. Oké. Ik zie dat de vraag die we net beantwoorden over de groenbemesters na ui, dat we dat verkeerd hebben gedaan in die zin. De vraagsteller wilde voor de ui. Voor de ui, voor de ui. Ja, dus hetzelfde vraag, maar nu voor de ui. Ja, en hoe je hem dan het beste kunt vernietigen. Ja. Nou ja, dan ga ik toch weer even terug ook naar het handboek groenbemesters kijken. Even naar welke het makkelijkst te vernietigen zijn. Maar er zijn een aantal, zoals Persische klaver en Alexandrijnse klaver, die zijn vrij makkelijk te vernietigen. Heb je een witte klaver, die is veel lastiger te vernietigen. Een wikke is ook vrij makkelijk te vernietigen. Die sterft eigenlijk ook al wel af tijdens de winter. Dus, dan kun je zo'n fijnzadig was als uien, dan kun je dat goed zaaien. En dan heb je ook voordeel van die stikstof. Ja. Ja. Oké. Ja, dit is een vraag natuurlijk, die vind ik ontzettend mooi. Want de vraag is, hoe werden aaltjes vroeger bestreden? Ja, hoeveel vroeger hebben we het dan over? Ja, vroeger, er is een hele tijd geweest, je kan het je niet voorstellen, dat mensen van aaltjes niet afwisten. En wat er toen speelde was dat men zei, dit perceel is moe. Dit perceel is aardappelmoe, dit perceel is bietenmoe, dit perceel is peenmoe. En in de loop der tijd is duidelijk geworden dat in die gevallen aaltjes waren die schade veroorzaakten in een te nauw bouwplan met een te hoge teeltfrequentie van dat gewas. He, dus niet alle moeheden zijn aaltjes, want ook heb je aspergiemoeheid, de herimplantproblematiek bij asperge. En dat is een fusarium, he, dus dat is een moeheid niet door, door nematoden. En we hebben ook herimplant van bomen, appels enzovoort, en daar weten we nu nog niet van. 1740 zijn ze daarmee begonnen om dat uit te zoeken. En we weten nu nog niet waarom appelbomenmoeheid voorkomt. Nou, met alle gifstoffen die beschikbaar waren na de Tweede Wereldoorlog en ook de Eerste, mosterdgas, et cetera, zijn ze dat, wilden ze kwijt, hebben ze in de grond gepompt. En dan zagen ze op Hawaii dat ze daar aaltjes mee bestreden, want je hebt namelijk ananasmoeheid. Nou, die werd bestreden daar met mosterdgas. En dat is eigenlijk het begin van het chemische tijdperk. En achteraf kun je zeggen, dat is uit de hand gelopen. In de jaren 80 was 1/3 van al ons middelengebruik waren nematiciden. Dat kwam neer op 25 kilo actieve stof elk jaar op elke hectare landbouwland. En dat kwam in ons grondwater terecht. Dus vanaf dat moment zeiden we ook, ja, we moeten er vanaf. Alleen bij aangetoonde noodzaak. En toen zijn we weer terug gaan grijpen op oude concepten van wat is een slim bouwplan, welke teeltfrequenties. En ook weer duidelijk dat groenbemesters daar een grote rol in speelden. Voorheen, jaren 70, begin jaren 80, altijd roggen. En dat liep verkeerd af. En ja, de bewustwording is nu bijzonder groot. Dus ja, we gaan niet terug naar het chemische tijdperk. We zullen het op slimmere manieren oplossen, zoals we nu aan het doen zijn met elkaar. Ja. Oké. Okay. Dan komt er weer een voor jou, hoor. Ja. Dat gaat over, kun je de fosfaatbeschikbaarheid vergroten met, kun je groenmesters kiezen, waardoor fosfaat weer terugkomt in het hele kringloop voor de landbouwgewassen. Ja, nou ja, hoe kun je inderdaad de fosfaatbeschikbaarheid vergroten? Nou, zou op twee manieren kunnen. Nou, in ieder geval, de groenbemesters nemen natuurlijk de vrij beschikbare fosfaat op en houden het in het systeem. Nou, dat gebeurt sowieso en er zit wel wat verschil in groenbemesters. Nou, kan ik nu zo niet noemen hoe groot het verschil is. Er zijn ook aanwijzingen dat groenbemesters fosfaat vrij kunnen maken uit moeilijk opneembare voorraden. Nou, ook daar heb ik nu niet helemaal in zicht van welke daar nu het beste in zijn en hoeveel dat dan is. Nou, vlinderbloemige zijn er aanwijzingen voor. We hebben het in verschillende onderzoeken wel liggen. Dus we hopen dat we dat daar is nu binnenkort... wordt onderzocht. Er wordt wel naar gekeken. Weten we dat al eind november? Nee. Okay, dan moeten we nog even geduld hebben voor de beantwoording van deze vraag. Maar het is een hele interessante vraag inderdaad. Want dat zou wel heel mooi zijn als je echt gericht groenbemesters in kunt zetten om fosfaat uit de moeilijk opneembare voorraden vrij te maken. En dat je daarmee je fosfaat inzet met kunstmest zou kunnen verlagen. Ja, nou, wordt vervolgd. Ja. Dat is een hele mooie. Wanneer beginnen omliggende gewassen in een mengsel te profiteren van de vastgelegde stikstof uit de vlinderbloemige in het mengsel? Dat kan ik ook niet precies zeggen wanneer dat is.
kan enerzijds zijn dat een vlinder bloemige goed aanslaat en dat die tot ontwikkeling komt en daarmee bescherming biedt voor andere soorten om tot kieming te komen en tot ontwikkeling te komen. En de andere kant is dat die vlinderbloemige, die stikstofknolletjes die aan de wortels worden gevormd, dat die beginnen te lekken en dat daar die andere soorten van gaan profiteren. Ik kan niet precies aangeven wanneer dat gebeurt. Dat gebeurt in de loop van de tijd. Het zal het ene jaar ook anders zijn dan het andere jaar, wat ook in de filmpjes al wel genoemd is. Zo van, afhankelijk van de omstandigheden ontwikkelt het mengsel zich zo of zo. Volgens mij ligt het nu ook wel in een ander onderzoek waarin gekeken wordt naar mengsels van gewassen. Vlinderbloemige en niet vlinderbloemige mengsels. Waarin ze kijken van in hoeverre kan die niet vlinderbloemige plant profiteren van de vlinderbloemige plant. Erbij staat. Ja. Dus dat wordt vervolgd, zou ik zeggen, antwoord. Nou, ik denk dat de volgende vraag, dat ik die bij jou neerleg, Leendert. Is soerangras een geschikte mengpartner in een mengsel voor de aardappelteelt? Jij weet vanuit... Voor als je het hebt over het zand, hè, waar we het de eerste uur natuurlijk over hadden, dan is soerangras is zo'n sterke vermeerderaar van platylenga's dat wij hem niet aanbevelen. Mm-hmm. Voor de klei durf ik het niet te zeggen als dat allemaal niet speelt. Even mijn indruk, het is wel een heel sterk groeiend gewas, dus ontzettend concurrerend in je mengsel. Dus maar heb jij ervaringen mee dat soerangras in mengsels wordt toegepast? Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Ja, ik ken soerangras inderdaad ook als een enorme sterke groeier. Waarvan ik me kan voorstellen dat het een lastig is voor de aardappelteelt uit. Met het verteren van het materiaal. Tenzij je echt al wel op tijd in het najaar begint af te breken. En dat de vertering kan beginnen. Nou, en wat het vrijkomende blauwzuurgas uit het soerangras, want dat zou dan toch een van zijn de... Ja, werken ze mee heeft. Ja, dus dat weet ik ook niet. Ik weet niet of jij daar iets over weet, wat de invloed daarvan is op de volgteelt. Nou, vanuit ons onderzoek kwam naar voren dat zelfs na inwerken, dan zou dat blauwzuurgas zijn werk moeten doen, dat die grote besmettingen die opgebouwd werden niet werden afgedood. Dus je had wel het nadeel van het opbouwen van de plaag. En je zag niet het effect van het blauwzuurgas dat die afbrak. Nee. Dus vandaar dat wij zeiden, en er zijn heel wat proeven naar gedaan. Er komt er niet uit dat een voordeel heeft. Nee, maar niet op aaltjes. Maar hebben jullie ook een effect gezien op volgewassen? Dat die slechter groeiden? Nee. Dat was ook weer in de mengselteelte. Daar zie je terug dat die organische stof boost. Dat is gewoon een groot voordeel. En je ziet dus dat de schadegevoeligheid van het gewas, dat vergelijkbaar is met braak. Dus het wordt niet erger. Oh, okay. Conform het verhaal van vanmorgen van Johnny rondom het effect van tagetes en mengsels op de veconiale zandgronden. Ja. En waarschijnlijk vooral als je hem al op tijd hebt ingewerkt en hij is al een groot deel verteerd, dan zal een aardappel daar waarschijnlijk ook weinig last van hebben. Geen last van hebben, nee. Dat is niet de verwachting. Nee. Oké. Even kijken hoor. Welke groenbemester zou je kiezen op de klei als je zegt van ik heb een textuurprobleem of ik heb een structuurprobleem? Wat is dan de aanbeveling? Een structuurprobleem? Dat kunnen verschillende problemen zijn natuurlijk. Het kan zijn dat je verdichte grond hebt of dat je een verdichte laag hebt. Ook dat ligt nu in onderzoek. Vooral verdichte lagen is natuurlijk op het moment een hot item, niet alleen op klei, maar ook op zand. En hoe hef je verdichte lagen op? Nou, in het handboek hebben we wel een aantal soorten, of hebben aangegeven per soort, van wat kunnen ze doen met verdichting. Nou, dat komt soerangras bijvoorbeeld ook als een hele sterke wortelaar en sterk op verdichting. Die tillitsramenas wordt vaak genoemd als goede bladramenas, gele mosterd. Maar wat we eigenlijk zien is dat niet één groenbemester zo'n verdichte laag kan opheffen. Want als daar geen wortel doorheen komt, doorheen. Komen ze niet doorheen. Nee, okay. Dus dan zul je toch altijd een combinatie van mechanische bewerking met daarna direct een groenbemesterteelt of een hoofdgewasteelt. Nou, daarvan hebben we nu, Dirk die heeft dat ook in onderzoek liggen, verschillende bewerkingen. Ook vernieuwende bewerkingen, dus niet alleen woelen, maar bijvoorbeeld ook gaten prikken. En dus bijvoorbeeld een mechanische worm wordt het genoemd. Gewoon diepe gaten prikken. Of gaten ponsen en daar dan compost bijvoorbeeld in gieten. Zodat die wortels voldoende plek hebben om zo'n verdichte laag te doorheen. Ja, je geeft ze al de ruimte om er doorheen te gaan. Ja, en dan op die manier die verdichte laag langzaam op te heffen. En weten we dat in november? Kunnen we daar al...
Of moeten we daar ook geduld hebben? Ik denk dat we iets meer geduld moeten hebben. Ja, geduld is een hele schone zaak. Even kijken, we hebben nog een aantal vragen gezien. De tijd stel ik voor om er nog één te doen. De andere vragen die worden ook allemaal beantwoord, maar die vinden jullie straks op de site. Daar staan vragen en antwoorden, zowel van het zand als van de klei. Ja. Welke vraag wil jij beantwoorden, Wiepie? Nou, er was één vraag die kwam bij het zand ook al aan de orde. Van hoeveel nitraatuitspoeling kan ik reduceren met een groenbemester of een vanggewas? Nou, Brigitte heeft vanmorgen al laten zien bij de vanggewassen is veel gemeten aan hoeveel nitraatuitspoeling kun je voorkomen door het telen van een groenbemester. Nou, op zandgronden blijkt dat je daar tot 30 milligram nitraat per liter water kunt voorkomen dat het uitspoelt ten opzichte van braak dan. Op kleigronden kan het misschien net iets anders liggen. Dat zijn dan de vanggewassen naar de mais. Nou, dat zijn echt alleen maar vanggewassen die echt de stikstof opnemen en niet te snel weer loslaten. Mm-hmm. Dus het is niet in één keer te zeggen van andere groenbemesters ten opzichte van braak. Want je kunt daar ook de mist in gaan. We hebben het hier al veel over vlinderbloemige groenbemesters gehad. En over verschillende stikstofhoeveelheden in de bouw voor naar verschillende gewassen. Maar dan geef ik even een heel slecht voorbeeld. Als je een stikstofrijke bouw voor hebt na de oogst, dus bijvoorbeeld na een aardappel of na een ui, en je gaat daar een vlinderbloemige groenbemester telen of een vlinderbloemenrijk mengsel, en je gaat dat al vrij vroeg in de herfst afbreken en inwerken, dan begint de vertering al. Dan heb je een groot risico op uitspoeling. Dan kan het zijn dat je een sterkere uitspoeling hebt dan bij braak. Dus daar moet je op letten dat je dan een koolstofrijkere, echt een vanggewas gaat telen. En dan voorkom je uitspoeling. En tilt de groenbemester de stikstof de winter over en heb je een lagere uitspoeling dan bij braak. Duidelijk. Ja. Het is een kwestie van echt doordenken wat gebeurt er met een gewas ten opzichte van de voor- en na-gewas. Je moet inderdaad kijken van wat zijn de tiltomstandigheden? Dus welke groenbemester til je waar? Dus doordachte keuze. Nou ja, het is natuurlijk vandaag de groenbemestersdag digitaal. We realiseren ons natuurlijk dat je niet alle problematiek gaat oplossen met groenbemesters. Het is een totale bouwplan, het totale systeem. Maar ik denk dat we voldoende duidelijk maken dat groenbemesters daar een belangrijke rol in spelen. Ja. Nou, er zijn veel meer vragen. Volgens mij kunnen we daar wel sommige antwoorden geven. Ja. En dat is natuurlijk, die breng ik graag jullie onder de aandacht. Hij is ook beschikbaar als digitaal, www.handboekgroenbemesters.nl. Maar kijk maar op de site straks, daar is een interessante aanbieding om het ook gewoon analoog in handen te krijgen. En om veel van de vragen ook het antwoord terug te vinden. Ik wil iedereen die meegewerkt heeft, hier de mensen van Agrio, hier in de studio en ook de collega's. Ik moet jullie zeggen, ik weet niet hoe het jullie vergaat, ik sta toch liever in het perceel, ook bij 35 graden. Want ja, we missen wel erg de manier waarop jullie kijken en waarop. Dank voor jullie reacties in de chat. Vandaag nog krijgen jullie een link toegestuurd. Eerst een link waar je het totale programma van vandaag terug kan zien. Maar kort daarna ook een link waar je de onderwerpen zelf kan uitzoeken waar je nog eens naar wil kijken. En dat zal in ieder geval een dag of 14 beschikbaar zijn. Voor mensen die deze uitzending hebben gemist of je denkt, goh, dat is jammer dat mijn collega het niet heeft gezien. Als ze zich alsnog aanmelden, kunnen ze de teruglink kunnen ze ontvangen. Ook de partners hartelijk bedankt voor het meedenken en meedoen. Want het was toch even een sport om dit ingevuld te krijgen. En we zijn natuurlijk vooral benieuwd over hoe het jullie bevallen is. Aan het eind is er een korte vragen. Ik geloof dat het 4 vragen zijn als jullie die willen invullen. En alle tips als we nog een keer digitaal moeten. Daar staan we heel graag voor open. Leendert, jij ook hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Een prettige dag nog allemaal.